Hoe ben jij er zo toe gekomen om torso's te gaan bewerken? Ja, dat is een lang verhaal. Maar ik zal het proberen een beetje kort te houden. In 2017 heb ik een geperforeerde blinde darm gekregen. En toen ben ik eigenlijk zo onderuit gegaan dat zelfs ademhalen al te veel moeite kostte. En ik kan niet zo goed stilzitten. En toen ben ik iets, ik moest iets doen. Dus ik heb ergens een platte torso die zo tegen de muur kan hangen, heb ik op de kop getikt. En daar ben ik sterrenbeelden, want dat is een andere passie, horoscopen maken. En daar ben ik sterrenbeelden op gaan schilderen en dat vond ik eigenlijk zo leuk. En toen dacht ik, ja, daar kan ik eigenlijk nog niet al mijn creativiteit in kwijt. En toen heb ik de eerste, was een koperen die ik gemaakt heb, geschilderd heb. En daar was ik zo hyper en zo enthousiast over. En ja, toen was het, ik noem het al creatief uit de kast komen. Maar toen was het, ging ik helemaal los. En toen heb ik een boekje moeten kopen om alles een beetje te ordenen qua ideeën. En ja, zo is het gekomen eigenlijk. Waar haal je dat vandaan? Nou, ik heb als kind altijd al een hele grote fantasie gehad. Ik ben helaas opgevoed in een heel zwaar christelijk niveau, of hoe zeg je dat, gemeenschap, waar je geen fantasie mocht hebben. En dus dat is aardig onderdrukt en ik heb het gevoel dat dat nu allemaal eruit komt. En ik blijf ideeën houden. Maar het kan ook, ik kan een sieraad zien of een ketting of een broche en dan heb ik gelijk al een torso in mijn hoofd. Dus dat houdt niet op. En je geeft ook workshops, hè? Ja. Elke tweede zaterdag van de maand geef ik workshop in het Noorderhus in Windmolenbroek. En ik kan thuis ook workshops geven. Dus, Heel veel mensen mogen mee profiteren van jouw geweldige werk. Ja, het is echt. Het is gewoon leuk. Het is zo ontzettend leuk om te doen. En ik vind het al prachtig om dat door te geven en iedereen het plezier te geven van het schilderen. Want vooral het kleuren mengen en dan zoiets bijzonders tevoorschijn krijgen. En dan combineren met sieraden. En ja, het is niks leukers als dat. Ja, want er komt geen spuitbus aan te pas, hè? Nee, het is allemaal, ik laat altijd mijn kwastjes zien, maar geen spuitbus, gewoon kwastjes, kleine kwastjes. Ik ben kunstenaar en ik werk vooral met textiele materialen en niet met één techniek, maar met heel veel verschillende technieken. Ook heel vaak gebruik ik materiaal wat een ander alweer doet, gerecycled materiaal. Dat verf ik of dat schilder ik en dat is een basis om eigenlijk te laten zien dat je niet alleen maar duur materiaal hoeft te kopen, maar dat je met gekregen of wat een ander weg doet. En juist in coronatijd waar je de winkel niet in kon, was dat voor mij een uitdaging. Corona-toestand ben ik minder weg geweest. Dat had ik gezien om in de trein te zitten. Maar ik ga ploeten nog moedig voort en zoek ik naar mijn eigen architectonische abstracties. En, dus stukken, fragmenten van gebouwen. En dan zoeken doe ik het liefst. Maar ik maak ook al portretten hoor. Dus. Ik doe dat allemaal met de hand. De slijptol wordt eigenlijk op het laatste moment gebruikt als de vorm er al in zit. En daarna heet dat alles weer verder met de hand. Dus de slijptol is alleen maar één facet. Je bent wel een tijdje bezig nog voordat je een beeld af hebt, ja. Ik heb 12 leerlingen. Ja, kijk. Ik heb er één man van 73 en die doet het nog goed. Nee, als je eenmaal blijft hakken, dan raak je er wel aan verslaafd. Nou, wat jullie hier zien, dat is een serie foto's en dat heb ik genoemd schoenenpret. Die schoenen die zijn een beetje absurd gemaakt door daar fruit in te verwerken en toch een menselijk karakter mee te geven.
Het is ooit voortgekomen uit een opdracht dat ik schoenen voor iemand moest fotograferen. En dat waren dusdanig mooie schoenen dat ik dacht van daar wil ik ook nog andere dingen mee doen. En daar heb ik dit soort beelden van gemaakt. De werkzaamheden aan het asfalt, herstel van de afwatering en vervanging van de verkeersregelinstallaties aan de kruising Wierdense Straat, Aalderingssingel en Egbert de Katelaar zijn zo goed als afgerond. We zijn nu bij Linda Baars en ze maakt uitzonderlijk werk, corso's. Het doet mij denken aan steampunk. Ja, dat kan me wel voorstellen. Ja, er zijn ook wel wat beetje geïnspireerd naar steampunk. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb een leren look, die lijkt wel een beetje op steampunk. Maar de inspiratie komt overal vandaan. Dus. Heb je ook wel eens wat verkocht? Ja, ik heb wel eens een keer wat verkocht. Het is natuurlijk wel een hele specifieke markt en ik ben nog niet zo lang bezig. Maar er staat een hele mooie, staat bij een boerderij in Twickel. Dus daar ben ik wel heel trots op. Ja, wanneer ben jij hier eigenlijk mee begonnen? In 2017 eigenlijk. Na een revalidatieperiode. En ik kan niet zo goed stilzitten. En toen moest ik toch iets anders gaan bedenken. En toen ben ik eerst een platte torso gaan beschilderen met allemaal sterrenbeelden. Want sterrenbeelden is ook mijn passie. En daar kon ik eigenlijk nog niet genoeg creativiteit in uit. En toen ben ik grotere torso's gaan beschilderen. En ja, toen was een soort creatief uit de kast komen, zou ik maar zeggen. Nu, ik heb op een gegeven moment een boekje gekocht om alle ideeën op te schrijven. Want anders dan liep mijn hoofd een beetje over. Maar zo is het eigenlijk gekomen. Je hebt nou, zagen we in de huiskamer, heel veel torso's staan. Behoorlijk wat. Waar laat je die normaal? Nou, er staan wel wat torso's in de huiskamer. Ik heb ook wat staan bij het Norbrus in de Witmarbroek. En er staat wat boven op een kamertje. Dus netjes in een dekentje. Dus je hebt nog wel ruimte. Ja, nog net. Maar als iemand wat wil kopen, geen probleem. Ze kunnen wel wat kwijt. Ja.
Ik zag net ook jouw atelier, want dan loop je zo vanuit de huiskamer in. Ik neem aan dat je daar heel vaak zit. Ja, zeker. Het is wel zo dat 's winters is het wat kouder en dan zit ik liever in de kamer. Maar ik vind het ontzettend leuk als ik dan iets in mijn atelier heb staan en ik ga koken en ik loop langs en ik denk, oh, wacht even, ga ik nog even gauw dat doen of nog even gauw, ja. Dat vind ik het mooie aan een atelier aan huis, zeg maar. Ja. Er brandt dan niks aan? Nee, nog niet gebeurd. Maar het zou zomaar kunnen. Hoeveel zijn er vandaag nou geweest? Ik heb ze niet geteld, maar het bakkie doen van de Nobur, van het Noburus was hiervoor in de straat voor gratis koffie en cake. En die zeiden, nou, we hebben er toch zeker wel een 30, 40 geteld. Dus ja, heel leuk. Hoi, ik ben Boy en ik ben psychobioloog. En in dit filmpje ga ik antwoord geven op de vraag: hoe helpen vaccinaties ernstige ziekten te voorkomen? Onschuldig griepje. Hebben we allemaal wel eens gehad, toch? Even uitzieken, hup, en weer door. Of toch niet? Er zijn virussen en bacteriën die niet zo onschuldig zijn. Kijk, dit is Felice. Toen zij 16 maanden oud was, kreeg zij meningococcussepsis. Dat is een bloedvergiftiging veroorzaakt door een kleine bacterie. Ik ben Felice, 20 jaar en ik heb meningococcussepsis gehad. In Nederland hebben jaarlijks zo'n 90 mensen deze ziekte, maar ik ben zeker geen buitenbeentje. Maar en hoe krijg je dat? Nou, heel veel mensen die hebben die bacterie bij zich als ze verkouden zijn. Alleen, het is pas naar, zeg maar, als het in je bloedbaan komt. En bij mij kwam het in mijn bloedbaan. Daarom is het meningokokkenvaccin sinds 2002 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Hadden we zo'n programma nodig dan? Nou, het Rijksvaccinatieprogramma ging van start in 1957, nadat Nederland was getroffen door een grote polio-epidemie. Naar aanleiding van deze epidemie besloot de regering om kinderen kosteloos te vaccineren tegen infectieziekten. Met als doel om complicaties, ziekte en sterfte te voorkomen. En met succes, want we hebben al 28 jaar geen polio in Nederland. Yes! Het prikje van de dokter ondergaat het ene kind makkelijker dan het andere. Maar als het stempel in het boekje staat, is een stuk veiligheid bezegeld. Omdat vaccineren zo goed bleek te werken, is het Rijksvaccinatieprogramma tegenwoordig uitgebreid en vaccineren we kinderen tegen 12 vaak zeer besmettelijke ziektes. Maar hoe werkt een vaccinatie dan? Met een vaccinatie bouw je afweer op zonder eerst ziek te worden. Door te vaccineren komt jouw lichaam in contact met stukjes en onderdelen van virussen en bacteriën. Nadat deze zijn ingespoten, ontwikkelt jouw lichaam hier antistoffen tegen. Deze antistoffen blijven in je lichaam aanwezig en daardoor ben je immuun voor de ziekte. Soms wel levenslang. En werkt dat dan ook echt, die vaccinaties? Zeg nou zelf, ken jij in Nederland nog iemand die polio of mazelen heeft gehad? Waarschijnlijk niet. Vergeleken met 100 jaar geleden komen deze infectieziekten nauwelijks nog voor. Dit komt doordat we zijn gaan vaccineren en doordat we een betere gezondheidszorg hebben. Daarnaast zijn we hygiënischer gaan leven en gezonder gaan eten. Inwoners van de gemeente Kesteren, nogmaals wordt uw aandacht gevestigd op de mogelijkheid van inenting tegen polio van in ieder van 0 tot en met 20 jaar. Belangrijk voor het succes van vaccineren is dat een grote groep mensen meedoet. Meedoen met het vaccinatieprogramma is in Nederland niet verplicht. En toch worden bijna alle kinderen gevaccineerd. Maar er zijn ook gebieden in Nederland waar minder kinderen en jongeren worden gevaccineerd. Zoals grote steden en plekken waar veel gelovige mensen wonen. Ook op de streng christelijke Groenewegen basisschool in Werkendam heerst de bof. Hier dan, in de kaak, kreeg ze een hele dikke wang. En een dessert, het ging helemaal trekken.
In deze gebieden komen dan ook eens in de 5 tot 10 jaar kleine uitbraken van infectieziekten voor. En toen? Corona. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. De besmettingen lopen enorm snel op. En dat is spannend, want niet iedereen merkt of hij ziek is. Het virus grijpt razendsnel om zich heen. De maatregelen, zoals handen wassen, goed ventileren en 1,5 meter afstand houden, zijn belangrijk, maar werken niet voldoende om het virus te stoppen. Vaccineren is daarom de belangrijkste troef die we hebben om het virus tegen te gaan. Of ik me van plan ben om te laten vaccineren? Ja, ik denk het wel. Ik ga het wel doen. Ja, zeker. Ja, ik wil wel laten vaccineren. Nog niet. Ik wil eigenlijk als eerst afwachten totdat de anderen het doen. Maar stel, je ouders en opa en oma zijn al gevaccineerd. Waarom zou jij als jongere je dan nog laten vaccineren? Ik heb een paar goede redenen voor je. Allereerst, ook jij kan goed ziek worden van corona. Ook als je jong en fit bent. Ongeveer 1 op de 5 mensen blijft klachten houden tot wel maanden later. Daarnaast zorgen vaccinaties ervoor dat de ziekte zich minder snel kan verspreiden. Want logisch, als jij geen corona meer hebt, kan je het ook niet aan anderen doorgeven. Tot slot zorg je ervoor dat het virus zich minder makkelijk kan muteren tot een nieuwe variant. Die misschien wel besmettelijker of ziekmakender is. En voor je het weet, zit het land dan weer op slot. De hamvraag is natuurlijk, hoeveel mensen moeten zich nou laten vaccineren om het coronavirus te stoppen? Eerst dachten wetenschappers dat wanneer 60% van de bevolking gevaccineerd is, we groepsimmuniteit zouden bereiken. Er zijn dan zoveel mensen immuun dat het virus zich niet makkelijk meer kan verspreiden en langzaam zal verdwijnen. Maar die groepsimmuniteit hangt erg af van de besmettelijkheid van het virus. Als het virus besmettelijker wordt, zoals de Britse of de Zuid-Afrikaanse variant, dan kan 1 persoon meer mensen infecteren. We moeten dan meer mensen vaccineren om iedereen te beschermen en de pandemie te stoppen. Met bijvoorbeeld de Delta-variant denken we dat ongeveer 85% van de mensen gevaccineerd moet zijn. We hebben gezien dat het Rijksvaccinatieprogramma al eerder ziektes heeft uitgebannen of beheersbaar heeft gemaakt. En nu is corona natuurlijk geen kinderziekte, maar het principe van vaccineren blijft hetzelfde. Hoe meer mensen zijn gevaccineerd, hoe beter we met z'n allen beschermd zijn.